Wat zijn de onderwerpen waar we het zojuist over gehad hebben? Op basisschool De Driemaster in Lelystad vinden ze het vreemd dat er zoveel dode dieren zijn gevonden in het kanaal in de buurt van hun school. Ze maken zich zorgen. Die katten die kunnen er niet meer uitklimmen, omdat dat te glad is. En dan, ja, dat vind ik erg. Het is gewoon niet normaal. Ik vind het zo zielig. Het gaat om dit kanaal. Hier worden regelmatig dode dieren uit het water gehaald. Ook de kat van Sarah. Mijn kat is er ook gevonden vorige zomer. We waren heel lang aan het zoeken, denk 3 maanden. En toen op een gegeven moment zagen we hem, toen had iemand hem gevonden met zijn hond uitlaten, de buren. Dus toen had ik een appje gekregen, van mijn vader had gezegd. Dus het was niet zo heel leuk. Het kanaal ligt in Lelystad, in de wijk Boswijk. De meeste katten zijn gevonden in het stuk dat het Gelderse Diep heet. Volgens buurtbewoners zijn al 28 mensen hun kat kwijt. En die zijn nog niet allemaal teruggevonden. Afgelopen dinsdag zijn er 2 dode dieren gevonden. Een kat en een hond. Maar het afgelopen jaar zijn er wel meerdere dode dieren in dat kanaal gevonden. Zo zijn er echt wel meer dan 20 dode katten gevonden. Dat zijn er wel echt ontzettend veel. De gemeente Lelystad heeft al eerder trapjes aan de randen van het kanaal gemaakt. Zodat de dieren weer zelf uit het water kunnen klimmen als ze erin vallen. Maar ook daarna zijn er nog dode dieren in het kanaal gevonden. En daarom is de politie bezig met een onderzoek. Wij willen heel graag weten, wat is er nou gebeurd? Zijn die katten in het water gevallen? Konden ze er niet meer uit? Of is er inderdaad een kattenhater daar in de buurt in Lelystad? Bewoners uit de buurt denken dat het geen toeval is dat er zoveel katten dood worden gevonden. Nou ja, de een en andere kat wordt hier doodgevonden. Dus ja... Ik denk dat er wel een kattenmoordenaar rondloopt. En dat verhaal dat ze er ineens allemaal hier inspringen is natuurlijk onzin. Ga niet ineens, katten houden niet van water. En er zal er heus wel eens één invallen. Maar niet ineens precies dit stuk, ruim 20 achter elkaar. Dat is onzin. Ik vind het eigenlijk best wel eng, als ik heel eerlijk met u ben. Ik denk inderdaad misschien wat meer politieauto's en wat meer camera's bijvoorbeeld daar. Ik denk dat dat wel beter is en handiger is. De politie zoekt getuigen en roept mensen in de buurt op om het te melden als ze iets verdacht zien.